Ja, Anne, nederlaag aan het begin zo van de tweede seizoenshelft tegen Willem II, 3-1. AZ was onherkenbaar die tweede helft. Ja, dat vond ik ook. Vooral omdat we aan de bal veel slordiger waren dan dat we normaal zijn. Maar het was wel de nummer 2 tegen de nummer 4 vandaag. Beide ploegen staan terecht op die positie. Hebben we vandaag denk ik ook gezien. In ons geval in onze eerste helft. In het geval van Willem II en hun tweede helft. Want wij waren slordig, maar Willem II was ook wel in staat om ons maximaal en fanatiek onder druk te zetten. Om onze fouten daarmee af te dwingen. Ja, maar het was wel een groot verschil met de eerste helft. Je zegt wel, de eerste helft was beter. Jullie speelden vrij energiek, fris, mooie aanvallen, gevaarlijk. En dan toch wel een grote omslag met die tweede helft. Jazeker, dat heb ik ook gezien. Alhoewel vlak na rust kwamen we nog op 1 of 2 keer wel goed door. Maar naarmate de wedstrijd vorderde was het niet heel vreemd om te zien dat Willem II die wedstrijd naar ze toe ging trekken. Althans, het was wel vreemd om te zien, maar je zag het eigenlijk wel aankomen. Want waar zag je dat aankomen? Nou, ik zei eigenlijk van ons steeds slordiger geworden. En zij kregen steeds meer power en energie om ons onder druk te zetten. Ja, op het moment dat zij dan nog de 1-1 maken, geeft dat ze nog weer extra kracht. En vervolgens krijgen we nog 2 tegengoals waarbij de derde dan een afstandsschot is. En de tweede is natuurlijk wel vanuit het moment dat we zelf vol in aanval zijn. En werden we weggecounterd. Ja. Slechte tegengoals. Ja. Ben je teleurgesteld, boos, geschrokken? Teleurgesteld, zeker. Omdat we natuurlijk voor de winterstop de laatste wedstrijd ook verloren van Sparta. Ja, dan wil je als je dan thuis tegen Willem 2 moet, ondanks dat het een goede tegenstander is, wil je dat dan weer rechtzetten. Wil je goed beginnen. Dit is sowieso een week met 3 wedstrijden. En dan wil je het liefste natuurlijk beginnen met een overwinning. Dat is niet zo ingewikkeld. Maar tegelijkertijd, als dat niet lukt, ja, dan moet je zorgen dat we dinsdag in Os in ieder geval in de beker doorgaan. En dan en vanuit daar gaan we dan weer verder kijken. Teleurgesteld zeg je dus. Wat doet dit met de ploeg? 2 nederlagen? Nou, die jongens zijn ook teleurgesteld. Dat moet dus ook zijn. Want als je staat waar wij staan, dan is elke nederlaag komt hard aan. En die moet ook hard aankomen. Want wij moeten in staat zijn om thuis van Willem II te winnen. Ondanks dat ons de afgelopen jaren dat hier al hartstikke lastig geweest is. En eigenlijk was het een beetje een kopie van de wedstrijden die we de afgelopen tijd constant tegen Willem II spelen. Best wel goed spelen, best wel goed de eerste helft spelen. Was uit ook zo. Maar dan ergens in de wedstrijd komt er een breekpunt. En mochten we daaruit al blij zijn met een gelijkspel. En vandaag hebben we denk ik gewoon terecht verloren van Willem II.